Hey, Julius. Dat is wel leuk, hè? Ja, dat is heel mooi, hè? Hey, lieve mensen, nou moet het toch niet gekker worden, hè? Nu is Cas Weber er zelf niet, nu hebben we Charlotte de Pachter wel. Maar nu staat hier Peter Christ staat er ook bij. En Peter Christ, nou ja, die kennen we zo zachtjes aan allemaal. Ik bedoel, jullie ook, maar wat doe jij hier bij Zeeuwse Streken, Peter? Vertel eens even. Ik kom terug naar Middelburg, naar mijn oude hometown. Een tijdje weg geweest, Berg op Zoom gewerkt voor Moda. Ik heb nu een nieuwe passie gevonden en dat gaat eten heten. Ja! En dat noem ik al een leuke nieuwe Zeeuwse Streek. Maar daar kom ik natuurlijk niet voor niks van, want dat vind ik behoorlijk verrassend nieuws. Want jij bent toch de man van de mode, de kleding en jaren, je eigen zaak Peter Christ natuurlijk. Ja. En horeca, daar zien we je wel heel vaak. Maar achter de. Als medewerker, dat is voor het eerst toch? Dat is zeker voor het eerst, maar met name mijn functie hier gaat worden: gastheer. En ik denk dat ik in mijn loop der tijd door mijn eigen ondernemerschap en bij andere bedrijven het gastheerschap wel kan beheersen. Alleen horeca is een heel andere tak van sport. Maar ja, out of the box gaan is helemaal niet verkeerd. Dus ik ga me niet aan anderen storen. Ik ga gewoon mijn eigen dingetje hier doen. En een mooie nieuwe en zaak. Een hele mooie nieuwe zaak. En je kent veel mensen en je hebt ook voor detail dat soort zaken. Dus, precies, en ik vind het fantastisch om een mooi product aan te bevelen bij mensen. En daar ben ik van overtuigd dat dat straks gaat lukken met deze kok. Nou, dat dachten jullie ook waarschijnlijk, Charlotte, want nu is Cas er inderdaad niet. Maar jullie hebben daar natuurlijk ook over na moeten denken. Of is dat allemaal spontaan gegaan? Ja, we hebben er al eerder ook wel eens over gehad, om Peter eens te vragen. Ja, en nu kwam dit zo te sprake en ja, wij zijn er echt heel enthousiast over. Ja. En, ja, hartstikke leuk. Ja, echt superleuk. Ja. Ja, het leukste van alles is, ik heb Charlotte zo. Oh, jullie kunnen elkaar online. Ik ken haar al van een heel klein meisje. En ja, nou worden we collega's. Dat is hartstikke leuk. Dus echt, ja, het blijft gewoon all in the family, kan je bijna zeggen. Dat ja, is, maar ja. Peter, als jij gastheer bent, ben je dan ook automatisch de bedrijfsleider? Of, ja. Ik ben verantwoordelijk voor de voorkant. Ja. Cas is verantwoordelijk voor de achterkant. Precies, de chef. Dus, ja. Ik ben de chef, overkelder noemde je dat vroeger. Maar in ieder geval het gezicht en het aanspreekpunt. Wat er voor gebeurt, kom eens bij mij. En ik kom natuurlijk naar de mensen. Ja, precies. En wat wordt jouw rol binnen de zaak? Ja, ik blijf wel een beetje op de achtergrond. Ik ga wel in het restaurant ook helpen en werken. Maar ik doe ook voornamelijk gewoon op de achtergrond wat dingen, social media en dat soort zaken. Nou, dan kom zaken. Ik je daar ook nog wel tegen, denk ik. Hè? Ja, zeker. En weten jullie nou al de exacte datum van de opening of is dat nog steeds? Exacte datum nog niet. Maar ongeveer? Nou, het zal medio juni zijn. Ja. We zijn natuurlijk afhankelijk van leveranties, van de meubels en zo. En, ja, daar hebben we niet altijd alle invloed op. Maar het voordat al behoorlijk, dus het voordat redelijk op schema. Ja. Ja. Kunnen we nog even binnenkijken? Komt er al echt in. Ja, ik zal zo nog wat foto's nemen nog. Oké? Okay? Ja. Maar hartstikke leuk en dank voor de toelichting. En tot bij de opening dan. En, ik zou zeggen, wat ik nou wel wilde zeggen. Van, kijk, ik ben blij dat ik hier kan komen werken. Ik vind het hartstikke leuk. Maar ik vind het nog leuker om een paar leuke, enthousiaste medewerkers bij elkaar te krijgen. Oh, die zijn ook nog nodig? Dus zijn altijd nodig en altijd welkom. En zoek je dan mensen voor de bediening, voor de keuken? Of? Ik zoek mensen met uitstraling. Ja, oké. Okay. Heel helder. Voor allebei nog wel wat hulp. Ja. Oké, helder. Dank jullie wel. Hartstikke bedankt.